Hört sie nicht. Wer hätte es auch gewonnen? Tipo. Limburg, Nederlands Limburg. Brugge is zoals je ziet of huidige toestand opgedrukt. Water en ook aankomen bij enige op de markt in Brugge, op de centrale markt. En daar zit dan eetgelegenheden, producten, water en versterking. Dit is aangelegd in 12 van de stad bedreigd, dat was niet veilig, dus binnen de stad. Dit is dus de kaart van 1560, die tot op vandaag in detail, want dus die huizen staan zeer in detail getekend en naar realisme, tot op vandaag wordt die gebruikt bij monumentenzorg in Brugge, bij elke aanvraag. Een soort van de kraan. Later is dat dan in de water een beetje hertaald met zo'n 7 bogen. En daar zijn de genders ook, maar ook de bevolkers. Zal dat klopt, dat ik minder. Soms versterkt, maar in die periode dan alweer, alweer niet meer. Hè? Dus dat is de toertocht. Dat is een grote natuurlijk. Maar ja, dat wordt meer en meer sinds dat ik. Ja, winkels heb ik en voor verboden. Ja, ja, dat is het. Maar gebouwd als verzorgingstehuis voor dames, afhankelijk het 200-tal. Ja, afhankelijk. Het is ook niet alleen voor dames. Ja, toen was dat ook. In die geest van de Begijnen, want de Begijnen, ik moet weten, het is hier gesticht officieel, maar de documenten zijn vooruit. Eenmaal hier moesten ze zich aan de regels houden. En die waren streng, hè? Dat was 6 keer op, van 's morgens om 4 uur tot hè, de metten. En...
Maria? What, Maria? En daarom was het zo hetzelfde. Men had twee sleutels en gesteld is met twee. Huisjes zijn, hè? Met grote tuinen, met bomen. Met, ja, ja. En die maken een belangrijk deel uit van de zorg in Brugge. Dus honderden mensen kunnen daarvan zijn. Door de stad Brugge doet het toch. Maar wil je hier een klein beetje boontjes kweken of zo, dat kan ook. Hè. Por el callejón a la derecha, ¿ves a ver una placa que es un dibujo de cómo eran los baños? ¡Hola! Origineel dit is nu het Gutusmuseum, het museum van de materiële cultuur. Dus nu, van munten tot kantwerk tot. Oh, die hele even waggetje gehad.
We gaan over de lucht. Het is wel mooi, hè? Met... Nou ja, al die longpaarden. Oh ja. Durf je dat? Durf je dit? Sommige boos of kwaad of ontgoocheld dat men dat niet hier heeft kunnen houden, maar er was... Die zit hier nog altijd. Dus de gemeenteraad gaat hier door, de burgemeester kun je spreken. Alle huwelijken, vanmorgen stond dat hier vol. Is er nog geen kantkloos gezien? Wie weet toen helemaal? Zo te zeggen, inderdaad de kantkloos. Aan de die vrouwen. Misschien een paar betekenen.